We gaan de rust in. En nou, Michos komt binnen. Dus wij dachten, nou krijgen we een complimentje. 0-3 voor. Nou, we kregen nog een portie erbovenop. Ajax ontmoet in de Champions League Benfica. En dat is niet voor het eerst. Ook in 1969 en in 1972 trof Ajax de Portugese topclub. In 1969 was dat onder zeer winterse omstandigheden. Weet ook Jacques Zwart nog. Wij speelden thuis, maar we moesten in de sneeuw voetballen. En iedereen dacht, nou, dat zijn die Portugezen niet gewend. Maar wij zelf zijn dat ook niet gewend. We speelden wel eens op sneeuw. Maar ja, dat was één, misschien hooguit twee keer eens een keer in het jaar. Dus we waren het ook niet gewend. En we gingen met 1-3 de boot in. Ik zie nog Torres staan met die sneeuw. Dat hij die bal zo omhoog hield. Of het een stuk sneeuw. 3-1 de boot in. Dus iedereen in Amsterdam was in paniek. We hadden verloren. Dus al de reizen die ze geboekt hadden, die hebben ze afgezegd. Ze denken, ja, daar wint Ajax niet meer. Benfica, 10 jaar ongeslagen op eigen veld. Ja, dat is heel wat natuurlijk. Met Eusebio, Coluna, Augusto, nou noem ze maar op. Echt een fantastische ploeg. Maar wat ik wil vertellen, is het mooie dat Rinus Michels voor de wedstrijd tegen ons zei, als jullie niet doen wat er gezegd wordt en gevraagd wordt en je gooit niet de beuk erin en nou, alles erop en eraan. Het was net of we niet konden voetballen. Dus iedereen zat, hè, wat dat? Nou ja, we gingen het veld in en nou, binnen een minuut maken we al 1-0. Die werd afgekeurd, Danielsen. Nou, onterecht, want het was een zuivere goal. Maar later maakten we 1-0, 2-0, 3-0 voor rust. En iedereen in Nederland zag Celtic Inter op de tv en kreeg toen in regeltjes erin Benfica Ajax 0-1, 0-2, 0-3. Dus die gasten die niet meegegaan waren, die werden helemaal gek natuurlijk. Ze maakten nog, we gaan de rust in. En nou, Michos komt binnen, dus wij dachten, nou krijgen we een complimentje, 0-3 voor. Nou, we kregen nog een portie erbovenop. Hij maakte ons helemaal af, Michels. Dus we gingen weer het veld in. Uiteindelijk werd het 1-3. En toen kreeg hij die beslissingswedstrijd in Parijs. En 50.000 Ajaxiden reizen dan mee naar de Franse hoofdstad. Waar Ajax pas in de verlenging door een doelpunt van Johan Cruijff op voorsprong komt. Aan de tweede treffer heeft Zwart vervelende herinneringen. Als je goed kijkt, geeft die keeper me een schop van achteren. En dan komt die bal bij Johan, dacht ik. Johan maakte hem. Toen ging hij erin, maar ik dacht dat mijn kuit in tweeën lag. Zo raakte niet meer. Maar ja, goed, het was beslist 0-2. Hoe groot was het feest na afloop? Ja, natuurlijk fantastisch. Er waren 50.000 mensen meegegaan. Ik had zelf, ik deed altijd wel wat bussen naar uitwedstrijd. Ik had 20, 25 bussen naar Parijs rijden. Met alle Amsterdammers en sporters. Ja, dat is geweldig. Mijn vader en mijn opa, die hielpen daarmee, weet je wel, die bus in orde. Dan kun je nagaan, dat was fantastisch. En na afloop hadden wij ook feest ergens. Ik weet niet, er kwamen ook allemaal Ajaxiden binnen. Ja, dat was toen top. De heroïsche ontknoping in Parijs tegen Benfica kent een vervolg. Een paar jaar later, 72 dacht ik, kregen we weer Benfica in het lot. Halve finale. En toen wonnen we thuis met 1-0. Was weer zo'n prachtige pot. Ja, en ik was de gelukkige om die 1-0 te maken. Ik had gezegd, ik moest toch toevallig die kant op. Dat was een kopbal. Nou, ik heb hem weer teruggezien. Die zat er echt goed in. En uitspeelden we 0-0. Dus dat was dat wij doorgingen naar de finale. En hem later ook wonnen. En later ook wonnen, ja. De prestaties van Ajax nu kunnen Mr. Ajax wel bekoren. Hij ziet kansen tegen de Portugezen. Heel belangrijk is natuurlijk, kijk, bij gelijkspel zou het al helemaal voor elkaar zijn. Dus daar moet je vanuit gaan. Gelijkspel, of zelfs als je wint, is het helemaal mooi. Dan kun je zelfs eerste worden. Dus ja, ze doen het prima. Ze winnen hier thuis met Benfica. En een gelijkopgaande wedstrijd die je uiteindelijk toch wint met 1-0. Ja, dus zo moeten ze doorgaan. En zo moet je elke week strijden. En liefst 3 keer in de week. Hebben wij ook gehad. En dan moet Ajax kunnen met die spelers. En natuurlijk zal er eens een blessure of wat ook gebeuren. Maar ze moeten dit handhaven. Bovenop elke wedstrijd weer van eigen kracht uitgaan en toeslaan.